Na de allesverwoestende brand in 2013 werd glazenier Hein van der Water gevraagd of hij wilde meewerken aan de wederopbouw van de Clemenskerk op Ameland. Randolf Algera heeft de kerk ontworpen. Hein hoefde daar niet lang over na te denken. Randolf had echt een, een, een visie die zei: ik doe alles. Ik doe de vloer, ik doe het plafond, ik doe de wanden. En eigenlijk zijn de ramen daar een onderdeel van. En dat is voor een glazenier heel mooi, want vaak wordt hij een beetje ingepast in iets wat er al is. En nu was er één persoon met één visie die alles heeft gemaakt. En zo kon Hein dus ook zijn gang gaan. Twee jaar heeft zijn team eraan gewerkt om de gehele Clemenskerk te voorzien van glas-in-lood creaties. Kardinaal de Jong, die van Ameland is, is, is heel groot in het Westraam gemaakt. Uh, de, de aartsengelen zijn in de absis zijn die vermeld, uh, er is in de Maria-kapel is, is een speciale Maria gesmolten. En hier hebben we het hoofd. En die hebben we ongeveer zes keer, ja, wel zes keer hebben we die gemaakt om te proberen van hoe komt die het mooiste eruit. Omdat dat eigenlijk een hele nieuwe techniek was om een drie-dimensies iets in een raam te maken. Dus echt een beeld in het raam. Afgelopen weekend is de kerk, die oorspronkelijk is ontworpen door de architect Pierre Kuipers, ingewijd. Toen we bij de inwijding waren, kwam de zon nog eventjes naar binnen. En dat was, het is was zo'n ontzettend mooi moment. Op het moment dat de zon achter een wolk achterkomt, en die hele kerk kleurt met alle, alle stukjes glas. Ze hebben eigenlijk een veel mooiere kerk teruggekregen. Met alle moderne dingen erin. En toch helemaal in stijl en in, 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 de, in de sfeer van Kuipers.